Soms wil je als ouder wel een leuke activiteit voor je kinderen bedenken, maar ontbreekt het je aan inspiratie. Ook is het niet altijd duidelijk wat er eigenlijk allemaal te doen is. Reden voor de Nijmeegse Esther van den Dries, zelf moeder van drie zoontjes, om de site Kidsproof Nijmegen op te zetten voor ouders van kinderen tot een jaar of 12. Met allerlei tips en suggesties voor kinderactiviteit in de regio. Kidsproof Nijmegen is de leukste website van Nijmegen inmiddels. Nu. Sinds gisteren hebben we hem gelanceerd. Het is de website waarop de leukste tips voor ouders en kids staan. Voor kinderen van 2 tot 12 jaar met allerlei leuke activiteiten, erop uit tips, clubjes, kinderfeestjes, uiteten, kindvriendelijke restaurants, dus leuke kinderwinkels en ook een hele leuke thuiscategorie, zodat je ook thuis met je kind leuke dingen kan doen. Hoe bent u er zo bij gekomen om die site te gaan beginnen hier voor Nijmegen? Oké, die site die was al op andere plekken in Nederland. Ik werd getipt door een kennis van mij. En zij zei, nou, dit is echt iets voor jou. En ik ben gaan praten met Kidsproof Nederland. En ik werd meteen zo ontzettend enthousiast van al die leuke ideeën, zeg maar. Want er zijn vaak zoveel dingen voor kinderen te doen. Maar het staat nergens op één site samen. En vanaf nu dus wel. En gisteren dus gelanceerd en onwijs leuke reacties al gehad in de omgeving, maar ook van de bedrijven en organisaties die op die site staan. Dus dat geeft enorm veel energie om verder te zoeken naar allerlei leuke tips hier in de omgeving. En het is dus niet alleen Nijmegen, maar ook Bergendal, Beek-Upberg, Groesbeek, Malden, Beuningen, Elst, Wiegen. Gezellig met de kinderen op stap in de kinderboerderij? Ja, met de BSO-kinderen. Ja. U gaat vaak met de kinderen op stap? Als we de busjes hebben, dan hebben we vrijheid, hè? Dan kunnen we wat leuks doen. Ja. Ja, nou is er sinds een dag een nieuwe website in Nijmegen, kidsproof.nl, waarin allerlei uitgaanstips en andere tips op het gebied van kinderactiviteiten te vinden zijn. Zou u daarbij gebaat zijn? Nou, dat lijkt me wel leuk. Lijkt me wel leuk, ja. Kidsproof.nl is een landelijk concept dat al actief is in meerdere steden als Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Utrecht. En nu dus ook in Nijmegen. De Nijmeegse site biedt informatie over kinderactiviteiten in en om Nijmegen, waaronder Elst, Beuningen, Wiegen, Groesbeek en Malden. Ja, nou zijn er natuurlijk ook informatiesites, bijvoorbeeld de VVV, waar je nodige info kan vinden. Is er ook bepaalde informatie, tips die je eigenlijk nergens terugvindt, die wel op uw site te vinden zijn? Wat bij ons vind ik gewoon heel leuk is dat wij zijn echt dus heel up-to-date. Dus wij zitten dagelijks eigenlijk, zijn we bezig met nieuwe tips erop te zetten. Het is ook echt alleen maar voor de doelgroep van kinderen van 2 tot 12 jaar. U heeft het over VVV, dat klopt, daar staan natuurlijk ook kinderactiviteiten op. Maar ik denk dat wij het net wat breder trekken omdat er ook clubjes op staan en kinderfeestjes en die erop uit tips. Naast het al die kindvriendelijke restaurants en kinderwinkels. Dus dat maakt het net wat breder, denk ik. Meer completer nog dan andere sites. Hoe vind je het dan dat je moeder zo'n leuke website heeft gestart met allemaal verschillende uitgaanstips? Leuk. Heb je er al zelf een beetje op gekeken? Ja, soms. En kwam je nog dingen tegen dat je denkt van nou mam, zullen we daar eens heen gaan? Ja, zaterdag naar de intocht van Sinterklaas. Een nieuwe website, kidsproof.nl, waar allerlei activiteiten op het gebied van kinderen te vinden zijn. Hoe lijkt je dat? Dat lijkt me wel leuk, ja. Om uitjes te gaan en zo. Lijkt me wel grappig. Nou, dat is wel iets om vaker te doen. Ja, dat is wel iets om vaker te doen, ja. En ga je ook nog wel eens naar een toneelvoorstelling of naar een optreden? Ik ben nog geweest in het Mozaïek in Wiegen. Daar was de grote Mexicaanse show. Ja. Was het leuk? Ja. Dus zo'n website, zou je daar ook wel eens vaker op kijken om ideeën op te doen? Nou, dat weet ik niet echt. Zie je wel? Ja.